Directeur John Altenberg van de Paramaribo Zoo is zeer geschokt over wat zich zondag heeft voltrokken in de dierentuin. Hij geeft aan dat het afslachten van twee kaimannen die al jarenlang in de zoo waren een grote wandaad is. Ik moet zeggen dat ik even daar stil van was. We hebben hier eerder wel wat gevallen ook al gehad. Met name van het savannaher die hier ook is afgemaakt en hier geslacht is geworden. En dan begint het wel een beetje voor jou als directeur en natuurlijk als Suriname, als Sernamang, wel wat vervelende gevoelens op te roepen. Van hoe ver kun je gaan als mens om dit soort wandaden te plegen? En dan begin je eigenlijk te kijken waar hebben wij misschien gefaald. Wat hebben wij verkeerd gedaan? We zorgen goed voor onze dieren. We doen er alles aan om voor onze dieren te zorgen. Want wij zijn als samenleving verantwoordelijk dat ze hier zijn. De dieren die in de Paramaribo Zoo wonen, zijn we niet gaan vangen in het wild. Altenberg zegt dat gebeurtenissen als deze afslachting je niet koud laten. Hij wil positief blijven denken omdat het negatieve makkelijk de overhand kan nemen. Ondanks alle tegenslagen zal hij zich blijven inzetten dat de dierentuin een attractie blijft voor de bezoekers. Ik moet zeggen, ik hoop niet dat het zich weer herhaalt, maar ik sluit niets uit. De dierentuin heeft een groot stuk land. Het is 11,5 hectare met veel bos. En dat bos is belangrijk voor de Surinaamse samenleving, vooral de mensen in Paramaribo. Dus we willen en we gaan ook niet à la dol het bos helemaal openkappen zodat we overzicht hebben. We hebben twee bewakers en die doen hun best. Maar om zo'n groot stuk terrein volledig te kunnen beveiligen, dat is bijna ondoenlijk. Dus we realiseren ons. Maar wat we ook, waar ik mij persoonlijk ook mee bezig hou, is hoeveel moraal heb je dan als je tot dit soort daden kan overgaan? Tot slot vraagt hij zich af waarom mensen overgaan tot slachten van dieren in een zoo. De politie is bezig met het onderzoek in deze zaak.